Kloks. Hallo beste mensen, welkom bij weer een nieuwe video op mijn kanaal Marcus Vlogs. En we gaan het even hebben over de 10 voordelen, niet vooroordelen, maar 10 voordelen aan autisme. En later komt er ook nog een andere video, de 10 nadelen van autisme. We gaan eerst beginnen met de 10 voordelen van autisme. Nou, op nummer 10 staat als voordeel, en er zijn autisten die gebruiken dat ook, hè. Dan ben je in een pretpark bijvoorbeeld. En dan mag je vorderingen, ja, legaal, omdat je autistisch bent. Ja, is een beetje lullig aan de ene kant, maar je kan het doen, je kan het doen. Nummer 9, wat ook een voordeel is, als je bijvoorbeeld, stel je nou voor, hè, ik moet even een voorbeeld bedenken, ik heb namelijk niet echt voorbereid. Maar stel je nou voor, je maakt een grapje die niet echt goed valt. Je zegt bijvoorbeeld, wat een lelijk haar heb jij, zeg, wat een lelijk haar. En dan zeg je... En dan zeg je van, nee, ik meen het niet, het is mijn autisme. En dan zeggen ze, oh, het is je autisme. Nee, dan vind ik het niet erg dat je het hebt gezegd. Ha! Dus, oké, gaan we nummer 8, voordelen van aan autisme. Nummer 8, stel je nou voor dat je bijvoorbeeld problemen krijgt, hè, met de politie of zo. Dan heb je zo'n, schijn je dus zo'n autistisch pasje te hebben. Kun je het tevoorschijn halen. Tjong! Kijk eens, ik ben een autist. En waarschijnlijk, ja, ik weet ook niet, maar het schijnt dat de politie dan denkt, oh, je bent er zo heen. Nou, dan gaan we even wat zachtaardiger met je om, hè. Zoiets. Nummer 7. Voordeel ook van autisme is, sommige autisten die hoeven niet te werken. Ja, dat hoeft geen voordeel te zijn. Dat kan ook een nadeel zijn. Je kan je namelijk ook de hele dag gaan zitten vervelen. Hoeft niet, maar kan wel. Nummer 6. Wat is nog meer een voordeel aan autisme? Even denken, hoor. Ik moet even goed nadenken. Nou, autisten schijnen grote talenten te hebben. Ja, inderdaad. Je kan bijvoorbeeld een succesvol YouTuber zijn. Hihi, haha. Nummer 5. Wat is nog meer het voordeel aan autisme? Even kijken. Wat nog meer het voordeel is, is dat je speciale klassen hebt voor mensen met autisme op school. Waardoor je je niet eenzaam hoeft te voelen. Je hoeft je geen IJsselganger te voelen, want er zijn meer, ja, ze noemen het soms lotgenoten. Ik zou het zo niet noemen. Zou het meer gelijkgestemden noemen eigenlijk. Hè? Een soort van, oké. Nummer 4, voordeel aan autisme. Wat is nog meer een voordeel? Wat schijnt er nog meer een voordeel te zijn? Ja, weet ik veel. Sommige autisten die hebben het niet snel koud, niet snel warm of zo. Ik weet niet. Is dat echt zo? Ik heb het wel eens gehoord. Sommige autisten die lopen in de winter in een t-shirt. Nou, ik niet hoor trouwens. Hoor. Maar die hebben ze erbij. Je hebt ze erbij. Nou, nummer 3. Een voordeel aan autisme. Even kijken. Wat is nog meer een voordeel? Voordeel aan autisme. Ja, ik weet het niet. Ik ben klaar mee eigenlijk. Ik heb ook nog een heleboel nadelen op te noemen. Maar die komen in een andere video natuurlijk. Hè? Nou, ik moet toch, deze video is niet klaar. Ik moet nog 3 voordelen opnoemen. Voordeel is dat je... Ja, je kan wat... Ja, nee. Ja, ik zit even na te denken hoor. Ik zit even na te denken. Nee, had ik al gezegd dat ze rekening met je houden. Had ik al gezegd, hè. Maar dat had ik al gezegd, ja. Daarom. Godverdomme, ik val in herhaling. Diepe stering, pleuris. Ik val in herhaling. Oké, maar we moeten nog 3 dingen opnoemen. 3 positieve punten, voordelen aan autisme. Ik kan er gewoon niet opkomen. Ik probeer echt goed echt te bedenken wat het nog kan zijn. Wat kan dat zijn? Autisten zijn creatief, intelligent. Ja, intelligent ook, ja. Ook vaak intelligenter dan sommige niet-autisten. Dus ja, oké. Fair enough. Gaan we nog twee, nummer 2. Autisten die kunnen vaak heel erg beleefd zijn. En ja, die weten, die zijn eigenlijk... Die vinden zichzelf normaal, terwijl normale mensen, die zichzelf normaal noemen, vaak helemaal niet normaal zijn. Snap je? Kun je het nog volgen? Nou, gaan we naar nummer 1. En dat is dan het grootste voordeel van autisme zijn. Is dat je gewoon je eigen gewoontes hebt. Je eigen gewoontes, je eigen ritmes. Ik denk dat dat ook gewoon heel fijn is. En...
staat... Ja, nee, nou, dat is ook een voordeel trouwens. Vaak, hè. Hoeft niet, ken wel. Maar het staat meestal niet op je voorhoofd geschreven. Ik heb hier namelijk wel een... Maar ik ga het er ook niet op zetten. Want dan hebben mensen zo'n stempeltje van... Ah ja, dat is zo, dat is dit. Dus ik ga het er niet op zetten, hoor. Nou, bedankt voor het kijken naar deze video. En, nou ja, binnenkort komt dan die andere video, hè. De 10 nadelen van het autisme. Nou. Hey, nog een fijne dag. Toedie dokie. Doei.